Hier, aan de Merodelaan in de Weijert Zuid, is het plan de huidige supermarkt te vervangen door een nieuwe supermarkt en daarboven rond de 55 nieuwe appartementen te bouwen. De huidige Aldi wordt dan gesloopt. Er moet ook een parkeerdek komen. Het zijn appartementen met huren tussen de 700 en de 1000 euro per maand. Volgens de wethouder is daar enorme behoefte aan. Het plan is daarom de oude Aldi te vervangen door een nieuwe Aldi, iets groter wordt, en daarbovenop een parkeerdek te maken en 55 nieuwe appartementen in de huur. En daar zijn we heel erg blij mee, want het is goed dat voor de wijk dat zo'n winkelcentrum vernieuwt, winkelcentrumpje vernieuwt, maar bovenal ook dat we 55 nieuwe woningen erbij krijgen. Er is een tekort aan woningen in alle sectoren, maar met name in het zogenoemde middensegment. Je hebt een grote groep mensen in de stad met een gemiddeld inkomen die vroeger nog wel eens in aanmerking kwamen voor een sociale huurwoning. Dat nu niet meer komen, want dat mag niet meer. Vaak ook een groep mensen die met dat inkomen toch ook moeilijk een hypotheek kunnen krijgen of een hypotheek kunnen krijgen waarmee je een woning kan kopen in de stad. Die mensen zijn echt afhankelijk van deze groep, van dit soort huurwoningen. Daar hebben we eigenlijk weinig van in de stad. Zeker een beetje grote huurwoningen, een beetje goede appartementen. Nou, die komen hier wel bij op deze mooie plek in de Weijert Zuid. Er is in de buurt vrees voor parkeeroverlast door de nieuwe bewoners. Er komen natuurlijk woningen bij in zo'n buurt. Er zit een parkeerdek op, dus in principe zouden alle nieuwe bewoners in het complex zelf kunnen parkeren. Maar ik kan me altijd goed voorstellen dat mensen zeggen, hoe zit het dan met parkeren? Ook al omdat er in dat gebied al een aantal problemen zijn, maar die hangen toch heel erg samen met de school, met het halen en brengen. Nou, wat we gezegd hebben, wij denken als gemeente niet dat dit complex per se de parkeerproblemen vergroot, maar de parkeerproblemen die er al zijn, dan gaan we toch kijken of we daar een oplossing voor kunnen bedenken, even los nog van dit plan. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het plan.